Variabele quotes in dollars. Dat is het onderwerp van dit filmpje. In dit filmpje gaan we kijken hoe dat we variabelen een waarde geven of hoe dat we variabelen aanmaken. Hoe dat we variabelen gaan uitlezen, hoe dat we ermee gaan rekenen en hoe dat we variabelen gaan gebruiken buiten een script waarin ze gedefinieerd zijn. Dus allereerst variabelen aanmaken. Het is in Bash niet nodig om variabelen vooraf te declareren. Hè. Dus je kan onmiddellijk met een variabele beginnen te werken. Je hebt geen expliciete types, je hebt gehele getallen en je hebt tekst. Hè. Dus er zijn twee mogelijke types die een variabele kan hebben: gehele getallen, int of tekst. Maar dat type dat is niet expliciet. Hè. Dus dat type dat is impliciet en dat wordt afgeleid uit de context. Hè. Dus als je er een variabele hebt en je steekt er een beetje tekst in, dan zal dat een tekstvariabele zijn. Als je er een getal in stopt, dan zal dat een int-variabele of zoiets zijn, een geheel getal dus eigenlijk. Hoe kan je een variabele aanmaken? Dat doe je door de variabele naam te schrijven. We gaan daar typisch hoofdletters gebruiken. Hè. Dat is een overeenkomst binnen Bash en binnen andere shells ook trouwens. Variabelen schrijven met een hoofdletter. En dan een gelijkheidsteken, hè, dus de toekenningsoperator. En dan aan de rechterkant van het gelijkheidsteken gaan we daar een waarde instoppen. En dat kan dus een literal zijn. Hè. Bijvoorbeeld hier in dit geval, hetgeen dat hier staat, hier, dat is een string literal. Hè. Dat kan ook iets anders zijn. Dat kan ook een gewone int literal zijn, hè, dus een getal. Of iets anders, hè, de uitvoer van een commando of zoiets. Ook een andere mogelijke manier om een variabele aan te maken is door er onmiddellijk wat tekst in te stoppen die van de gebruiker komt. Hè. Bijvoorbeeld met de bash built in read. Read dat is geen echt commando, hè. Dat zit eigenlijk in bash zelf ingebakken. Met die built in read en dan gevolgd door de variabele naam kan je een gebruiker iets laten ingeven, tekst of getal, en dat wordt dan in die variabele gestopt. Dus dat zijn twee mogelijke manieren die wij gaan gebruiken om variabelen aan te maken, door er dus onmiddellijk iets in te stoppen eigenlijk. Belangrijk hier is dat je gewoon ja, de variabele naam gebruikt. Hè. Dus je hoeft geen dollars te gebruiken om variabelen in te vullen, om variabelen een waarde te geven. Hier bijvoorbeeld bij die read, hè, wordt er dus tekst in die variabele genaamd tekst gestopt. Hè. Er wordt iets ingestopt. Een string eigenlijk. Je hoeft daar geen dollarteken voor te zetten. En hier ook bij die toekenning hoef je geen dollarteken te gebruiken. Dus ik ga dat even demonstreren met een scriptje. Hè. Dus ik heb hier een scriptje aanmaken.sh. Zoals dat je in andere filmpjes al hebt kunnen zien. Hè, dus typisch ga je een bash script beginnen met hekje uitroepteken slash bin slash bash. En dan heb ik hier twee mogelijkheden gebruikt. Hè. Dus bijvoorbeeld getal, hè, dat is een getalvariabele. En tekst, dat is een stringvariabele. Dus ik kan schrijven getal is gelijk aan 1. Of ik kan zeggen tekst is gelijk aan hallo. Die hallo hoeft niet tussen quotes te zitten, maar dat is wel een goede gewoonte om tekst altijd tussen dubbele quotes te zetten. Dan heb ik nog een derde manier hier. Dus dat is eigenlijk die tweede manier. Hè. Dus die eerste twee die je hier ziet, dat is de toekenning. Hè. Dus dat is variabelen een waarde geven door middel van een toekenning. En dan de tweede manier is gebruikmakend van read. Dat is deze hier. Ik heb hier echo min n gebruikt. Echo gaat typisch een beetje tekst op het scherm zetten en er ook een new line achter zetten. Hè. Dus een nieuwe lijn beginnen. Met die min n hier bij echo ga je dat tegenhouden, dat daar een nieuwe lijn achter komt. Dus echo min n. Gaat de tekst geef je naam dubbele punt op het scherm zetten, zonder een nieuwe lijn te beginnen. En dan kan ik als gebruiker hier vervolgend op dat dubbele punt een beetje tekst intypen en dan komt dat in die variabele naam terecht. voilà, dit scriptje ga ik nu even nog niet uitvoeren, want eigenlijk doet dat niet veel. Ik kan het wel eens even runnen, ik zal dat toch maar even doen. Maar je gaat zien dat dat niet zoveel doet eigenlijk. Hè. Dus geef je naam, voilà. En het is gedaan. Hè. Dus er worden drie variabelen aangemaakt, maar eigenlijk, ja, je ziet daar niks van. Er gebeurt niks met die variabelen. Hè. Dus getal wordt aangemaakt, tekst wordt aangemaakt en naam wordt aangemaakt. En dat zie je dus niet. Hè. Dus we gaan meteen over naar het volgende. We gaan eens kijken hoe dat we variabelen kunnen uitlezen. Oei, dat moet ik even zo doen. Voilà. Variabelen uitlezen. Dus dat gaan we doen door daar een dollartekentje voor te zetten. Dus je gaat steeds een dollar voor de variabele naam zetten en je kan optioneel gaan werken met accolades. Dus dollar tekst of dollar
en dan accolades tekst. Die accolades ga je soms in specifieke gevallen nodig hebben, maar daar ga ik nu niet over uitweiden. De gangbare manier om dat te doen, als er geen speciale tekens voorkomen in de naam van je variabele, en dat zou ook het beste zijn zo, dan hoef je gewoon, dan kan je gewoon dollar zetten, gevolgd door de naam van de variabele, zoals hier gebeurt. Dat is de meest gangbare manier. Als die variabele niet bestaat, dan ga je geen foutmelding krijgen. He, dus ja, variabelen, je hoeft ze niet vooraf te declareren om ze een waarde te geven. Maar ja, je hoeft ze ook niet vooraf te declareren om ze uit te lezen. En als je ze niet vooraf gedeclareerd hebt en je begint ze toch uit te lezen, dan zal je dus een variabele hebben die ja, een lege inhoud heeft. Dus als ik de variabele tekst zomaar begin te gebruiken zonder dat die gedeclareerd is geweest, dan krijg ik, ja, dan krijg ik een lege variabele eigenlijk. Je moet goed opletten met quotes. Dus als je een variabele gebruikt, kan je dat gewoon zo doen, zoals hier in dat eerste gevalletje. Echo dollar tekst. Of je kan zeggen echo en dan tussen dubbele quotes dollar tekst, dat is ook goed. Dat is zelfs nog iets meer gangbaar, iets beter ook. Hè. Die quotes, dat gaan in sommige contexten gaat dat beter gedrag geven. En dan echo, ja, met single quotes dollar tekst, dat wil zeggen dat je dus. Wat gaat er dan op scherm komen? Dan gaat er letterlijk het tekentje dollar, het tekentje TEKST. Dan ga je letterlijk dollar tekst als inhoud eigenlijk op het scherm zetten. Maar goed, dat ga ik eens even tonen dan. Dus wat kan je gaan doen? Je kan hier je kan de variabele op die manier op het scherm afdrukken. Hè? Dus door dan een dollartje voor te zetten. Dat ga ik eens meteen doen. Dus punt slash gebruiken. Geef je naam, voilà. En wat hebben we nu? We hebben nu 1, we hebben hallo en we hebben Lars. Dus we gaan eens even kijken hier naar gebruiken.sh. Getal, hè, dat is 1, dat klopt. Dollar tekst hier, dat was hallo met een kleine h, dus dat klopt ook. Geef je naam, ik had daar iets ingetypt en dat komt ook op het scherm. Dus ik kan er nog een beetje verder in gaan. Ik kan ook gerust schrijven echo en dan dollar. En dan kan ik hier schrijven tussen accolades naam. Ja, dat is even goed, dat kan ik ook doen. Ik kan ook schrijven echo dollar naam. Ik kan het dus een single quote zetten. En dan gaat er letterlijk dollar naam op het scherm komen. En je ziet dat ook hier in G-Edit, dat is de editor die ik gebruik. Die toont dat ook. Die toont dat hier geen variabele is. Als dat een variabele zou zijn, zou dat hier in het groen staan. G-Edit helpt mij daar een beetje bij. En die laat mij zien dat dat eigenlijk een stukje tekst is eigenlijk. Dus ik kan dat nog eens even uitvoeren. Geef je naam. Voilà. Zo. Dus wat komt erop? Mijn naam. Nog eens mijn naam. Dat is met die accolades hier. En dus dat is deze hier. En dan hier achteraan, helemaal op het einde, komt dollar naam op het scherm. Dat is omdat ik hier die single quotes gebruikt heb. Ik zal het nog eens even doen met de dubbel quotes ook. Dan kan je zien dat dat eigenlijk. Dat het gewenste effect heeft. Hè. Dus hier zie je wel dat die dollar naam in het groen staat. Dus hier gaan we de waarde van dollarnaam op het scherm zien. Voilà, dat is die onderste hier. Zo, op die manier werkt dat. Nog eens even kijken. Zo. Dus dat zijn de mogelijkheden die we hebben. Waar ik het nog eens kan proberen hier, is een foutmelding als die niet bestaat. Ik kan ook even goed zeggen, echo. Misschien het makkelijkste als ik zoiets doe. De variabele is. En dan kan ik hier schrijven dollar. Met nog een puntje achter en dan kan je mooi zien dat die leeg is. Dus als ik die nog eens even uitvoer, dollar hallo, de variabele hallo heb ik hier nergens gedefinieerd, is ook niet gekend in mijn shell. Ik hoop dat toch alleszins. En voilà, dan krijgen we het volgende. De variabele is en die is leeg. Dus ik krijg geen klachten. Bash gaat niet klagen als ik een variabele gebruik die niet gedeclareerd, die niet gebruikt is, zal zo zeggen, die geen waarde heeft gekregen. Die gaat gewoon zeggen van oké, dat is leeg. Die variabele is, die heeft nog geen waarde gehad. Dus dat is dat geval. Zo. Wat kan je nog doen? Je kan ook rekenen met variabelen. Dus er zijn twee mogelijke manieren om te rekenen met variabelen. Qua syntax dan. De eerste mogelijkheid om te rekenen met variabelen, dat is door gebruik te maken van dollar, haakje, haakje.
en te eindigen terug met haakje, haakje. Dus count is bij mij in mijn geval een variabele. Ik heb die niet vooraf gedeclareerd, dat hoeft ook niet, dat is niet nodig in Bash. Dus ik kan gewoon beginnen schrijven, count is gelijk aan. En dan kan ik hier tussen de haakjes een bewerking doen. Met die let kan ik eigenlijk hetzelfde doen. Maar bij die let moet ik wel een beetje oppassen. Dat is andere syntax natuurlijk. Hè. Je hebt geen dollar haakje haakje nodig. En je moet ook een beetje gaan opletten met spaties en dergelijke. Je kan optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, modulo kan je ook doen. Ik kan nog veel meer doen. Maar dat zijn de enige die je eventueel ja, in de context van deze cursus gaat nodig hebben. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Zelfs een modulo ga je niet echt nodig hebben, denk ik. Belangrijk hier is dat je, dat is wel een beetje tegen de regels, is dat je in deze geval, in dit geval, geen dollars gaat moeten gebruiken. Wanneer dat je zegt count is gelijk aan dollargetal, dan zou je het wel moeten doen. Maar wanneer je ermee gaat rekenen, dan moet je het weer niet doen. Hè. Dus rekenen dat is een beetje een uitzonderlijk geval. Als je rekent, moet je geen dollar gebruiken. Maar wel ja, enkel bij die dollar haakje haken daar natuurlijk wel. Maar niet bij de variabele naam zelf. Een beetje spijtig dat Bash daar zo uitzonderlijk werkt. Maar toch, ja. Het is nu helemaal zo. En dan als je let gebruikt, moet je heel goed opletten dat je geen spaties gebruikt. Bij die toekenning mocht je het ook al niet doen, en dat is heel belangrijk. Naast dat gelijkheidsteken mag je geen spaties zetten. Als je let gebruikt, dus zonder de haakjes hier, dan moet je zien dat rond de plus ook geen spaties staan. Dus we gaan dat eens proberen. We gaan eens even kijken hier naar een scriptje genaamd rekenen. Dus wat krijgen we? Echo min n, geef een getal. We lezen dat in, we zeggen read getal. Dan gaan we er een beetje mee rekenen. Getal is gelijk aan. En dan dollar getal plus 1 met de haakjes er rond. Het getal zal verhoogd zijn. En dan de alternatieve manier met let. Getal is gelijk aan getal plus 1. Dus dan moet die let er vooraf bij staan. Hier heb ik expliciet spaties gebruikt. Dat mag, maar dat moet niet. En hier mag het absoluut niet. Hè. Dus hier moet je zien dat er geen spaties staan. Rond de plus. Dus we gaan er eens even bekijken. Als ik nu ga rekenen, dan moet ik een getalletje geven. Bijvoorbeeld het getalletje 5. Het getal wordt daarna 6 en het getal wordt daarna 7. Dat zijn de twee mogelijkheden hier. Wat ik ook zou kunnen doen is... ik zou eens iets anders kunnen proberen. Bijvoorbeeld... ik kan ook werken met een variabele die niet vooraf... gebruikt is of die niet vooraf een waarde heeft gekregen. Bijvoorbeeld, ik kan iets schrijven in de vorm van let kilo is gelijk aan. En dat is wel leuk, Bash heeft een operator om een machtsverheffing te doen. Dat bestaat niet in Java. In Java ga je de klasse maat moeten gebruiken en dan ga je met maat moeten doen. In Bash heb je een machtsverheffing. Dus als je bijvoorbeeld 2 tot de 10e zou willen doen, kan je dat op die manier doen. En dan kan je gaan zeggen echo dollar kilo. Voilà. Dus 2 tot de 10e let kilo is gelijk aan 2 tot de 10e echo dollar kilo. En voilà, gaan we dat nog eens uitproberen. Geef een getal 45, 46, 47 en dan staat hier mijn mooie 1024. Dus dat is wel een leuke bij Bash. Ga je niet echt nodig hebben, maar dat is wel interessant. Dat is een operator, de dubbele ster hier. Dus dat was rekenen in Bash. Als je variabelen zou willen gebruiken buiten het script waarin dat die gedefinieerd is geweest, dan ga je op een aantal dingen moeten letten. Allereerst ga je moeten zien hoe dat je je script hebt opgeroepen. Je hebt een aantal verschillende mogelijkheden om je script op te roepen. De eerste, persoonlijk door mij ook zeker meest gebruikte manier, is .slash en dan script.sh. Dat is als je een scriptje hebt genaamd script.sh. En dat scriptje staat niet in de path-variabele. Dan ga je het op die manier meestal oproepen, denk ik. Je kan ook werken met punt, spatie, script.sh. Er is wat men noemt sourcen. Dat wil zeggen, we gaan dat scriptje uitvoeren. Maar we gaan ervoor zorgen dat hetgeen dat er in dat script gebeurt, de variabelen die daar geëxporteerd worden, dat die in de huidige context toegevoegd zullen worden en dat die gekend zullen worden.
Een derde mogelijke manier is een scriptje oproepen met het gebruik van het commando bash. En dan kan je gewoon zeggen bash spatie script.sh. Dat zijn drie verschillende mogelijkheden. Die tweede variant, dat sourcen, dat heeft nog een andere, je hebt daar nog een andere mogelijkheid. Je kan ook schrijven source rekenen.sh bijvoorbeeld. Hè, source. Zo, voilà. Dat kan je doen. Je kan ook zeggen punt rekenen.sa, dat is eigenlijk hetzelfde. Dus je kan zeggen source rekenen.sa of punt rekenen.sa. En dan ga je in beide gevallen ervoor zorgen dat de context van dat script dat kenbaar gemaakt zal worden in de huidige shell waarin dat je nu aan het werken bent. De huidige shell die heeft een bepaalde context, een bepaalde lijst van omgevingsvariabelen. En die variabelen ja, die kunnen eventueel uitgebreid worden afhankelijk van wat er gebeurt in dat script. Als je dat scriptje zou sourcen. Voilà. Dus het tweede waar je op gaat moeten letten is niet alleen hoe dat je script oproept, maar ook dat de variabelen die je kenbaar wil maken, die je wil exporteren naar buiten het script eigenlijk, naar de context van waaruit het script opgeroepen wordt, die variabelen ga je expliciet moeten exporteren en dat doe je met de bash built-in export. Export noemt die. Dus export spatie in de naam van je variabelen. Gaat ervoor zorgen dat die variabele geëxporteerd zal worden. Hier heb je geen dollar nodig, het is niet export dollar tekst, maar gewoon export tekst, omdat je eigenlijk de variabele niet gaat uitlezen, maar dat je de variabele zelfs, dus inclusief de naam van de variabele, dat je de naam en de variabele, sorry, de naam en de waarde van de variabele, die ga je exporteren, dus daarom hebben we hier geen dollar teken nodig. Ik kan dat best eens even demonstreren, want dat kan best wel een beetje abstract zijn. Dus buiten script, ja, dat is een scriptje dat ik hier heb aangemaakt. Dat maakt twee variabelen aan. Variabele A, de eerste, stoppen we erin. Variabele B, daar stoppen we in de tweede. En dan gaan we alleen variabele A exporteren. Dus als we nu eens gaan kijken, ja, je ziet dat ik hier een aantal variabelen heb in mijn context. Dus mijn environment variables, de omgevingsvariabelen hier eigenlijk. Var A en var B zijn niet gekend. Je ziet hier niet tussen staan, het is een gesorteerde lijst. Als ik nu dit zou doen, buiten script, ik roep mijn scriptje op. Dus dat scriptje maakt twee variabelen aan en gaat alleen variabele A exporteren. Voilà, ik heb een scriptje opgeroepen. Ik ga nog eens kijken naar mijn omgevingsvariabelen en wel in een gesorteerde lijst. Dan zie je dat hier nog steeds geen variabele A gekend is. Dat is normaal, want ik heb ze wel geëxporteerd, mijn variabelen. Maar ik heb mijn scriptje niet gesourced, hè, zoals dat men zegt. Dus wat kan ik nu ook doen? Ik kan zeggen punt en dan buiten script. Voilà, als ik dat op die manier doe, dan ga ik mijn scriptje sourcen. En als ik nu nog eens ga kijken wat er nu in mijn omgevingsvariabelen allemaal beschikbaar is, en van omgevingsvariabelen, dan zie ik dat mijn var a, dat die daar mooi tussen staat. Zo. Dus dat is eigenlijk het concept van het sourcen van variabelen.